Het begon allemaal met een stukje zeep van de Lidl. Daar heb ik eigenlijk op een gegeven moment een stukje zeep gemaakt. Of tenminste een verpakking eromheen. En toen dacht ik, oh, het is zo vreselijk leuk. Ik moet er nog een cadeaudoosje omheen maken. En jullie weten natuurlijk, ik ben altijd gek op cadeautjes, op verpakkingen, op alles wat ik, ja, wat je kan inpakken, kan weggeven. Wat ik jullie ook nog wil laten zien. Ik heb hier toevallig voor de Hollandlijn, de Holland serie, de stempels heb ik gebruikt. En ik heb er een hoesje omheen gemaakt. Dat als je ze opbergt, dan weet je dat dit de stempels zijn. Ik heb hier de stempels ingedaan. Aan de binnenkant heb ik nog wat malletjes en wat restjes wat ik allemaal had gedaan in de envelop. Heb ik een envelop geplakt. Zo kan ik heel goed de stempels allemaal opbergen. Dus ik wil deze straks als download nog op de website weer gaan zetten. Ben ik nog niet naartoe gekomen, dus dan weten jullie dat dat er nog aankomt. Zo kun je in ieder geval je stempels handig opbergen. Deze stempeltjes heb ik gebruikt, die zijn op een mountain te verkrijgen. En ik heb de huisjes gebruikt. Oh, die zijn zo super leuk. Oh ja, en de tulpen ook nog. Nou, let op. Ik heb hier een doosje. Dat is een kraftdoosje. Dat is het kleinste formaat. Oh, en ik vond het zo leuk. Hier een boxje met een verrassing. Dat heb ik niet gestempeld. Dat heb ik uit de computer gedaan. Geprint. Als jullie zeggen van ik vind dat leuk, dan kan ik voor jullie de download nog wel ergens neerzetten. Maar moet je even geduld hebben, want ik moet het wel allemaal regelen. Nou, kijk eens. Ik heb hier een boxje gemaakt. Ontzettend simpel en eenvoudig. Het is echt helemaal niet moeilijk. Je doet hem open. Ik heb hier de huisjesstempel allemaal gebruikt. Hierachter, ik heb een opening gehad. Daar heb ik gewoon los de tulpen erin gestoken. Omdat ik het al zo leuk geheel vond. Zo. Je kunt het natuurlijk nog kleuren. Ik heb voor zwart-wit gekozen. Eigenlijk gewoon omdat ik niet zo goed wist wat ik ermee moest. En ik heb het zo gemaakt. Dacht ik, oh, het is zwart-wit. Is ook leuk. Ik hoef eigenlijk helemaal niet het in te kleuren. Dus je kunt ervoor kiezen om het ook nog in te kleuren. Nou, dan doe je je boxje open. En wat heb ik dan gemaakt? Dan heb ik in ieder geval hier het stukje zeep. Heb ik. Daar heb ik een verpakking omheen gemaakt. Dat zal ik ook allemaal aan jullie uitleggen. Dan heb ik hier een aantal kleine kaartjes gemaakt. Zijn altijd leuk om erbij te doen. En daar heb ik al die rondjesstempels allemaal voor gebruikt. En hier, oh, dat was nog weer van een restje wat ik had liggen. Kijk, van mij. Ik kon het niet laten. Ik had die huisjes had ik allemaal gestempeld. Ik wist eigenlijk niet wat ik ermee moest. Kijk. En ik heb er zo'n heel klein harmonica boekje heb ik erbij gemaakt. Ik ga hem even omdraaien. En hier heb ik gewoon de tulpen in gedaan. Ik heb dit een beetje geschilderd. En dan kun je, hier kun je ja, nog wat leuke teksten neerzetten. En je ziet, hij is niet helemaal gelijk. En dat komt omdat ik de huisjes heb gestempeld. Heb ik 2 keer 3 achter elkaar gestempeld. En dan heb ik daar meteen op een huisje heb ik het gevouwen. Maar ja, je ziet ook al dat dit huisje iets kleiner is of dunner is dan dit huisje. Dus toen dacht ik, oh, wat moet ik nou? Maar kijk, ik ga hem gewoon zo helemaal dubbel vouwen. En dan heb ik hier een kaartje van 4,5 centimeter genomen. Gewoon van de kartonnen doos snijden, dat is super leuk. En je doet er een touwtje achter, een labeltje weer aan. En dat kan hartstikke leuk in je doosje erbij. Dus zo kun je van hele simpele dingen kun je een ontzettend leuk cadeaudoosje maken. Nou, ik wens jullie heel veel plezier ermee. Ik denk dat ik dit als workshop of gratis download nog wel even op mijn website ga zetten. Want het is toch zo super leuk om te doen. En ik wil eigenlijk met de andere stukjes zeep wat ik nog heb liggen, wil ik nog... ja, nog even zo'n doosje maken. Maar ik ben er nog niet over uit. Dus ik moet nog even allemaal bedenken. Maar dat komt helemaal goed. Nou, ik wens jullie weer een gezellige dag vandaag. En heel veel stempelplezier. En nou, tot het volgende filmpje.